Suriname gaat investeren in de bouw van een hydrogen power plant, oftewel een waterstofenergiecentrale op plantage Bredevoort in Kommewijnen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking maakte dit vanmorgen bekend op een persconferentie. Hydrogen of waterstof is schone en betaalbare energie dat door geavanceerde technologie kan worden geopereerd. Ramdien geeft aan dat het project wordt uitgevoerd door een Deens bedrijf, Hybrid Power System Group, HPSG, die 25 jaar ervaring heeft op dit gebied. Het gaat zoals eerder aangegeven om een foreign direct investment door HPSG Suriname NV van 1,3 miljard. Het is voor de regering Santokki-Brunswijk de eerste FDI, foreign direct investment. Het project, heel sumier samengevat, gaat om het genereren van 100 megawatt renewable energy, hernieuwbare energie, op plantage Bredevoort in Kommewijnen. En daar is er een samenwerking met Surinaamse participanten in de NV. Er is een energieopwekking uit mix van wind, solar en hydrogen, H2. En er zijn heel wat andere spin-offs daaromheen waarop we zo meteen terugkomen. Mogelijk dat u vragen heeft daarover, maar dat is eigenlijk in essentie wat er gebeurt. Na veel onderhandelingen tussen Suriname en verschillende bedrijven is volgens Benny Valk, directeur HPSG, Suriname klaar voor de rest van de wereld en omgekeerd. Valk geeft verder aan dat het bedrijf heeft besloten om met een investering van 1,2 miljard Amerikaanse dollar dit project uit te voeren. Based on the whole concept that we can supply Suriname with very affordable electricity. And at the same time, we can start exporting hydrogen. And as you very well know, it's a talk of the town, hydrogen, but nobody actually acting. And you will be the first nation who will be able to export hydrogen. That alone will bring you on the world map. And we are very pleased to be a part of that. So we will bring our value. We have been met with some questions. What about Sudanese? Will they get less salary, etc., etc.? We will find out that this is not the case here. There will be equal salary for everybody. And we will also introduce the whole new technology, hydrogen vehicles. We have in our line also hydrogen ferries. Dat was Benny Valk, directeur van Hybrid Power System Group, HPSG, die een waterstofenergiecentrale gaat bouwen in Kommewijnen. Dit project moet worden geplaatst in het kader van inspanningen tegen klimaatsverandering. De planning is om de energiecentrale in 2023 operationeel te hebben.